We zijn in Amsterdam en we zijn op weg naar Simply PR-bureau waar ik een afspraak heb. Gezellig samen met mijn zus. En we gaan eens even kijken naar een kopje thee drinken. Lekker ouders. En daarna lekker even Amsterdam in, want daar ben ik al heel lang geweest. Dus het was alweer hoog tijd om even de grachtenpanden te bewonderen. We gaan gewoon Jurina stijl doen. We gaan skylounge doen, we gaan chillen, het is mooi de dag houden. Ja, het is heerlijk weer. Dus Starbucks pakken. Lekker ijstie. Dus, maar eerst even de zakelijke dingen. Dus even afspraken langs. Ik ben bij Simply PR en dat zit in de Oude Schans hier in Amsterdam. Het is een mooie locatie. Ik ben in de showroom waar ze onder andere Aiko hebben. Kijk, zoals dit leuke jurkje. Net even anders, net even edgy. En daar hou ik natuurlijk wel een beetje van. Als het iets anders eruit ziet dan dat je normaal wilt. En LK Bennett hebben ze hier ook. Londens merk. Lekker kleurrijk. En zoals je kunt zien is de collectie al klaar. Veel printjes. En hier komen wij American Vintage. Ook weer wat verschillende kleurtjes. En zoals je weet, daar hou ik gewoon wat meer van. Maar omdat het najaar eraan komt, is het voor mij ook wel goed om af en toe even mijn wardrobe iets te veranderen. Iets meer donkere kleuren in aan te brengen. En daarom heb ik ook gekozen voor wat donkere items. Die ook nog makkelijk te combineren zijn, ook weer met kleurrijke items. En dat is wel heel erg leuk. Bijzonder, maar heel leuk. Die niet zo goed weten wat een PR-bureau nou precies doet. PR-bureau is eigenlijk de schakel tussen merken, bedrijven en in dit geval influencers om een merk neer te zetten. Dus echt het publiciteitsgebeuren. En in dit geval Simply PR, die is daar kei in. Ontzettend grappig en ook een ontzettend mooie locatie zoals ik al zei. Dus ze zitten goed in. En hier wordt dus hard gewerkt aan nieuwe campagnes en publiciteit dingetjes van de meiden van Simply PR. Het lijkt in ieder geval alsof ze hard aan het werk zijn. Of niet, Lynn? Ja, het lijkt zo. Het lijkt zo. Zo, nou heb ik weer. Ik dacht dus met mijn goede gedrag lekker Papa John's te bestellen, want Papa John's zit sinds kort ook in Amsterdam. Ja, vieze tegenvallen. Want ik bel voor de orde, zegt ze, ja ik moet de postcode hebben. Ik denk, ja, ik moet toch even brengen bij het Vondelpark. Maar nee, ik moest postcode hebben, dus ik postcode opzoeken. Okay. Blijken ze daar niet te bezorgen. Nah. Dus helaas hebben we een klant gemist, want nu zijn we naar de New York Pizza geweest. We gaan lekker het Vondelpark opeten, dus ik moet en zal een pizza hebben. Bijenkorf. Echt een begrip hier in Amsterdam.